Ik was in vrouw in Mouden een heel grote specialist. Want dat mijn vrouw de broek draagt, dat is zeker al lang wist. Maar wat ik gisteren merg het zag verschijnen in mijn stroont. Hij zei dat de verbeelding helemaal te bouwen goot. Was het een pup of was het een kind of was het een vrouw? Het antwoord toen hij vroeg steek echt voor niet zo na. Ze ouwe mini 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 roksken aan. En zal zo vreselijk lange bienen. En ik daar zelf er amper eventjes een belier gon stoor. Ik ga dus dazelig heb te vriezen. Ik werd er nodig van te letten. Ik werd er wit, ik werd er ziek. En dan als er nog van de knieën. En de mijn deed dat je knik. Ik wil niet fitten, ik ga even zitten. Want ik dost niet zijn. Nou dan mini roksje van de trein. Ik zei ik gewoon raas en ik vertel dat dan mijn vrouw. Maar afdelen allemaal vast, wat een surprise die voor mij gaat. Ik zag het uit de venster, ja, ze paste me heeft kliënt. Maar ik zag het niet te goed en afdelen allemaal gereed. Was het een broek of was het een rok of was het een blouse? De duur ging kuipen en met mijn mond en ik zei de eus. Ze ouwe mini 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 roksje aan. En zei zo vreselijk kroeme bienen. En ik daar zelf er amper eventjes op een stoel kon staan. Ik ga dus dazelig het te vriezen. Ik werd er nodig van te letten. Ik werd er wit, ik werd er ziek. En dan eisen van de knieën. En de mijn deed die al knik. Ik wil niet fitten, maar ik kon zitten. Want ik daar zelf niet zijn. Nog dan mini roksje van mijn eigen trein. Ik kost dus een mee volgen, vooral in Mouden of verraad. Soms sloten ze van buiten terug, hier er stakje aan. En wat er dan nog overblijft, los zegen, los en duik. En sommigen, hè, die zei dan ook, dat emmen we toch vuur. Hoe is de tijd die geurt nog saaien van ons meu? Geen decolletij, maar veel beter mijn decolletuur. Ja, ik wil niet fitten, maar ik blijf zitten, want ik daar niet mee zijn. Nog de vrouw in Mouden van de trein.